En wat is het? Stuurmanskracht? Dat zouden we doen. Dutch, Engels? Nee, Nederlands. Oké. Okay. Maar het is ja toch. Maar je doet het zelf eigenlijk, hè? Of is het de wind? Maar je zit ook nee, te sturen, het is wel toch? De wind. Het wind ook. Als je ineens zo lekker aan het zit hij bovenin, stuur je hem wel even naar de hogere zon. Je stuurt hem, hè? Dat is het eigenlijk. Dat is het. Dus daar zit het allemaal. Ja, het is eigenlijk, het is net autorijden of paardrijden. Trek je naar rechts, gaat hij naar rechts. Ja. Trek je naar links, dan gaat hij naar links. Oh, nou, dat vertellen we al die jongleurs. Die komen allemaal dan naar het strand en dan valt dat toch tegen. Ja, nou, op zich valt wel mee, hoor. Oké. Okay. En ja, zeker zoiets is veilig. Er zitten nog wat remlijnen op. Dat zijn die middelste twee. Okay. Dus op het moment dat je hem laat schieten, ja. Dan trekt hij alleen aan die blauwe lijnen. En dan valt hij eigenlijk net neer, zoals ik hem net heb neergelaten. Oh ja. Oh, je hebt, en hoe roept hij nu eigenlijk weer overeind? Ja, maar, ja, sorry, dat woord is zo algeïnd. Dat kan je op verschillende manieren uitleggen. Oké. Okay. Bedankt even voor het, de kleine cursus naar alle jonge jongens die met de vliegers naar het strand willen. Want het is heel leuk, hè? Met de natuur elementen spelen. Ja, ja. Het is vandaag alleen de winter een beetje ongunstig. Die, wat is het? Zuidwest? Ja, hij komt van achter de duinen vandaan. Ja. Dus dat is niet zo fijn. En hij is wat schokkerig. Er zijn heel veel windvlaagjes. Oké. Okay. Daardoor het liefst hebben we gewoon een constante wind. Ja. Het liefst eigenlijk parallel aan het strand. Maar je nou zit hier, we zitten aan de Wassenaarse Slag. Ja. Elke dag weer anders, hè? Bijna. Het is. Ja, je hebt zo'n periodes. En dan de hele week komt je eigenlijk vanaf daar. En je hebt ook regelmatig het gewoon. Maar wacht even, 8 november, een graadje of 18 hier al. Ja. Want het is toch wel, we kunnen niet klagen. Nee, dat sowieso. Dus nee, als er wat meer wind zou staan, zou ik ook gewoon een t-shirt staan. Nou, oké, zie het. Dus dat is, nee, je krijgt er warm genoeg van. Okay. En voor kinderen is deze dan net even iets te groot. Ja. Dan heb je daar nog, ik heb nog een andere liggen. Oh, right. En daar zit meer, er zit een bar aan, ja. Van een stang. En die, dat is ook met een remlijn. Ja, ja. Op het moment dat je die loslaat. En even, we toch even nog even doorpraten. En dan daar het water. En dan op een plankje en dan richting Londen. Ja, dat zou kunnen. Dus deze niet helemaal geschikt voor. Oké. Okay. Dit is echt een powerkite. Te klein. Ja, onder model. Nou, sowieso niet waterdicht. Dus op het moment dat je deze in het water laat vallen, dan krijg je niet meer de lucht. Oké. En het is een ander type wat ze hebben. Ja. En dit is, maar komt op hetzelfde neer. Het komt zelden neer. Wat je nog wel ziet, dit is een allrounder. Wat je nog kan doen is op een board of een buggy. Yeah. Maar dan zie je ze toch wel weer vaak net even een maatje groter hebben ook. Yeah. Op zo'n buggy lijkt me ook wel. Ja, dat is ook wel leuk. Maar ja, dat mag je niet overal doen. Dan nee. Moet je echt richting Zeeland of zo. Nee. Dan Brouwersdam die kant uit. En dit, hier zouden ze nog wel eens moeilijk over kunnen doen. Oh, wat is dat voor een politie? Buggy? Ja, ze hebben overal wel. Daar zijn ze echt wel streng mee. Maar oh jee. Je moet ook omdat je natuurlijk je passanten hebt. Je hebt het strand is openbaar. Ja, maar het gaat best wel hard, hè? Die buggies die kunnen bijna de 100 km per uur halen. Zeg, ik hou je niet meer op, want het is zo'n mooi gezicht om jou bezig te zien. Bedankt voor het gesprek, hè? Moet je nog zien hoe die wat was je naam? Michel. Michel, dank je, Michel. Dan gaan we die. Gaat die omhoog? Nou, dat is geen probleem. Oké, hoi.